Hallo, welkom op dit kanaal. Vandaag ga ik met jou iets delen over parasitaire krachtvelden in ons leven, parasitaire krachten, parasitaire relaties, parasitaire entiteiten die ons eigenlijk allemaal lastigvallen. En ja, de meeste van ons zitten eigenlijk zonder dat we het zelf doorhebben, boordevol geestelijke parasieten die onze levensenergie wegroven, die onze levenskracht wegroven, die ons blokkeren en belemmeren en eigenlijk gevangen houden en ja, om zichzelf te verrijken. Nou, hoe herken je die en hoe laat je die los? Daar ga ik zo meteen op in. Ik wil eerst even iets delen over dit kanaal. Voor degenen die nieuw zijn of redelijk nieuw zijn, ik ben Robert van Mierlo, ik ben geestelijk coach. En wekelijks spreek ik boodschappen in die te maken hebben met de tijd waarin we leven, om jou te helpen, om jou te bemoedigen, om jou tools aan te reiken, geestelijke tools die jou helpen om ja, hier mee om te gaan. Dat is een pittige tijd. Maar datgene wat buiten ons afspeelt, wat wereldwijd afspeelt, is eigenlijk een afspiegeling van wat er binnen ons afspeelt. En we kunnen ook alleen maar naar een mooie wereld toe gaan als we van binnen veranderen. En we hoeven niet op de massa te wachten. Maar jij kunt veranderen. Op het moment dat jij je innerlijke wereld verandert, en dat hoef je niet alleen te doen, daar is Jezus voor om jou daarin voor te gaan. Hij is de liefdevolle herder. En Jezus heeft er ook over, dat hij zegt ook, het koninkrijk is niet buiten u, maar het koninkrijk zit binnenin u. Dus onze strijd is niet om van buiten het in orde te krijgen, maar de veranderingen, de transformatie waar we in zitten, zit van binnenuit. Nou, ik geloof ook steeds minder dat we in een strijd leven tussen licht en duisternis. Want dat geeft de duisternis veel te veel macht en aandacht. Ik geloof dat wij in een transformatieproces zitten, een geestelijke groei. En die geestelijke groei gaat door fases heen. En we zitten nu ja, zitten aan de vooravond van het gaan naar een nieuwe fase. En dat betekent dat we het oude moeten loslaten om in het nieuwe te gaan wat we nog niet kennen. En dat is eng. En dat gaat gepaard met strijd, met frictie, met het angstvallig vasthouden van het oude. Nou ja, terwijl de uitnodiging is om te gaan naar de volgende fase die God voor ons bereid heeft. Nou, ik wil even beginnen met gebed en dan wil ik het verder met jou erover hebben. Hemelse Vader, ik wil u danken voor uw liefde. Dat u een en al liefde bent, dat u de schepper bent van de hemel en aarde en alles wat is. En u bent goed, u bent liefdevol, u bent oneindig, u bent almachtig, Heer. En het komt ook goed en alles wat gebeurt is al goed. Het is onderdeel van uw goddelijk plan. En ik wil u bidden, Jezus, Heer, wilt u uw Heilige Geest uitstorten, dat ik woorden mag spreken van wijsheid, van inzicht, van bemoediging, die mensen ook kracht geven en geestelijke tools om in deze tijd waar we nu in zitten, die best heftig is en pittig is, om daar, ja. Vrede in te ervaren, kracht, stabiliteit, innerlijke rust. Vanuit een diep weten dat wij verbonden zijn met de goddelijke bron. Via u, Jezus, Heer, dat we niks hebben te vrezen, maar dat we op u mogen vertrouwen. Dank u, Heer, dat u mij ook de woorden gaat geven in Jezus' naam. Amen. Voordat ik nog wat ga delen over die parasitaire krachtvelden in ons leven, wil ik je eerst eigenlijk nog uitnodigen om je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief. Als je die nog niet ontvangt, of op mijn Telegram-kanaal, dat kun je onder deze video vinden, want dan blijf je op de hoogte. Ook als dit kanaal mocht verdwijnen, want je weet het nooit, we leven in een gekke tijd en sommige kanalen verdwijnen gewoon. Dan kun je altijd op de hoogte blijven via mijn nieuwsbrief en via mijn Telegram-kanaal. En wat ik ook nog even wil benoemen, dan gaan we zo verder, is dat je kunt het ook mede mogelijk maken dat ik met deze boodschappen door kan blijven gaan door een kleine donatie. Want ik leef voor een belangrijk deel ook van giften, waardoor ik dit soort boodschappen en heel veel andere dingen die ik kan doen, kan blijven doen. Oké. We gaan het hebben over parasitaire krachten in ons leven. Velen van ons die ervaren dat je eigenlijk enorm wordt tegengehouden in het tot bloei komen in je leven. Je ervaart dat je als een soort, ja, dat je meer in een overlevingsstand zit van, ja, iedere dag maar weer doorzien te komen. Dat je, ja, eigenlijk niet echt leeft. Dat je als een soort zombie door het leven heen gaat. Dat je merkt dat de levenskracht en de levensvreugde uit je wordt leeggezogen.
Je mist de levenskracht om dingen te creëren in je leven, om vanuit je authentieke zelf te leven, omdat je eigenlijk niet meer goed weet wie je bent. Nou, in mijn praktijk als geestelijke coach, dan vraag ik mensen vaak van: waarom ben jij? Waarom ben je hier op aarde? Of waarom ben je überhaupt? En eigenlijk dan valt hem op dat de meeste mensen, ook mensen die gelovig zijn, eigenlijk geen flauw idee hebben waarom ze nou hier zijn. En dat is veelbetekenend. Dat betekent eigenlijk dat heel veel mensen doelloos zijn, niet goed weten waarom je nou eigenlijk leeft. En dat betekent eigenlijk automatisch dat je blijkbaar vol zit met geestelijke parasieten, die jou het zicht op het leven hebben ontnomen, die jouw energie leegzuigen, zonder dat je het zelf doorhebt, hè, want de parasiet die verbergt zich vaak. Een parasiet, hè, dat is dus een organisme die leeft op de levensenergie van de gastheer. En zo zijn er, hè, natuurlijke parasieten die in je lichaam zich kunnen nestelen. Maar je hebt ook geestelijke parasieten. En je hebt ook parasieten in de samenleving, hè, die parasiteren op energieën van anderen. Nou, en het is heel belangrijk om deze parasitaire krachten in jouw leven te herkennen, want onwetendheid zorgt ervoor dat je eigenlijk in dat patroon blijft leven, want je denkt het hoort nou eenmaal zo. Blijkbaar is dit het, hè, waar we mee te doen hebben, waar we mee zien te hebben moeten leven. Maar dat is niet waar. Want een heleboel parasieten, geestelijke parasieten, die hebben wij gewoon zelf toegelaten in ons leven, zonder dat we het doorhebben. En juist die onwetendheid die zorgt ervoor dat het gewoon door kan blijven gaan. En eigenlijk het blootleggen van de werkzaamheid van die parasieten, die geestelijke parasieten, die zorgt eigenlijk voor dat het ophoudt. En daarom dat Jezus ook zegt: de waarheid zal u vrijmaken. Want het is vooral die onbewuste overtuigingen, die leugens waar we in geloven, waardoor we eigenlijk als een slaaf blijven doorleven in een systeem, terwijl we niet eens doorhebben dat we een slaaf zijn. En dat is de truc van de parasiet, hè, dat hij zich verbergt, dat de gastheer niet doorheeft dat die parasiet er is, dat hij er ook niks tegen kan doen en gewoon maar ja, langzaam eigenlijk leeggezogen wordt ten gunste van de parasiet. Ik wil even iets een groter geheel vertellen van hoe is dat eigenlijk ontstaan? Hoe zijn die geestelijke parasieten ontstaan? Waar komen die vandaan? En dat heeft te maken met de zondeval, met eigenlijk de val van de schepping uit verbinding met God. En het begint eigenlijk met de val van de engelen. En dat wordt ook beschreven in de Bijbel, dat er eigenlijk oorlog in de hemel is geweest, of oorlog. Nou, er is in ieder geval, daar ga ik misschien in een later moment nog op in een andere video over de doel en de betekenis van het kwaad en de duivel en al het lijden. Maar nu wil ik even kort schetsen. Er is in ieder geval een val geweest uit de hemel. En de Satan met zijn engelen zijn uit de hemel gevallen en zijn afgesneden van de bron van leven. Dus zij kunnen niet meer bij die goddelijke bron. Ze kunnen niet meer bij de oorsprong van het leven komen. Dus de duivel en zijn engelen, zijn demonen, zijn boze geesten. En hoe die nu ook allemaal kunt noemen, want daar kun je vele namen aan geven. Ik heb ook al de term argonten langs zien komen en onlicht. En je kunt het allerlei namen geven, maar het komt erop neer dat zijn duistere entiteiten die geen leven in zichzelf hebben, die dus afhankelijk zijn van het leven van hun gastheer. Nou, en die gastheer die nog wel verbonden is met het goddelijk leven, dat is de mens. De mens is geschapen naar het beeld van God en zijn gelijkenis en staat nog, ja, voor een bepaald deel in verbintenis met God. Ook al hebben we gezondigd, er is toch nog een bepaalde basisverbintenis met het goddelijk leven. En de Satan die heeft dat nodig. Die heeft voeding nodig om te kunnen leven, om te kunnen overleven. En wat is die voeding? Die voeding is onze negatieve energie. Dus de voeding is angst, de voeding is boosheid, irritatie, lust, pijn, agressie, haat, al die donkere, duistere, lage emoties.
Dat is eigenlijk voeding voor de demonen, voeding voor de duivel. Nou, dus hij is erop uit om ons naar beneden te trekken, naar die lage trilling, uit verbinding met God. Niet omdat hij God nou zo nodig een hak wil zetten, maar hij heeft die voeding nodig. Hij heeft de voeding nodig van onze angst. Hij wil eigenlijk onze levensenergie uit ons trekken. En dat kan hij door ons in een sfeer, in een klimaat van angst te brengen, in agressie, in haat. En daarom, wij zijn eigenlijk een soort melkkoe voor de duivel. Hij heeft onze energie nodig, die duivelse krachten, om te kunnen overleven. En dat verklaart ook alle ellende op aarde. Want er is continu, heeft hij die donkere, duistere energie nodig. Dus daarom dat hij hier op aarde continu bezig is om mensen tegen elkaar op te zetten, om verschrikkelijke dingen te doen. En er moeten altijd oorlogen zijn, er moeten altijd pandemieën zijn, er moeten altijd stress en paniek en angst. Dat moet er altijd zijn, omdat dat hem voeding geeft om zijn ding te kunnen doen. Maar de duisternis, die heeft geen lichaam. De Satan en de demonen hebben geen lichaam, dus wat zoeken ze? Ze zoeken een lichaam om in te wonen, om doorheen te kunnen werken. Daar heeft hij allerlei slimme trucjes voor om mensen te verleiden om een instrument van hem te zijn. Nou, dat zijn we allemaal, min of meer, maar je hebt dus mensen die daar nog veel meer zich aan hebben overgegeven om gebruikt te worden door die rijk van de duisternis, om anderen gebruikt te worden om anderen leeg te zuigen. Dat gaat onder andere door leugens. Dit is dan de kant van de duivel. Hè. Ik ga zo meteen naar het goede toe, hoor. Want wees maar gerust, dit wordt niet een hele duistere boodschap. Dit wordt een hoopvolle boodschap, want het gaat om het herkennen. Want op het moment dat jij de schijnwerper van Gods liefde en licht werpt op de bolwerken van de duisternis, dan smelten ze als sneeuw voor de zon, want ze kunnen niet tegen het licht. En dan vluchten ze weg. De duisternis kan niet tegen liefde, kan niet tegen licht, kan niet tegen vergeving, kan niet tegen alles wat uit God komt. Dus hij is eigenlijk heel simpel te overwinnen. Door in het licht van God te wandelen. En daar is Jezus ook voor gekomen. Jezus heeft die duisternis geconfronteerd. En is tot het einde van zijn leven is hij in het pure licht van God gebleven. Zelfs aan het kruis heeft hij nog uitgeroepen: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij bleef in die liefde. Daardoor heeft hij de macht van de duivel volledig verbroken. En door de uitstorting van de Heilige Geest hebben wij ook het vermogen om welke duistere kracht ook, zelfs al verschijnt de duivel zelf voor ons, door de kracht van God kunnen wij gewoon hem heel makkelijk aan. Dus het is ook niet echt een strijd tussen licht en duisternis. Het is eigenlijk een proces van bewustwording waar we nu in zitten. En het is ook belangrijk dat eigenlijk die duistere krachten, die parasieten die in ons leven zitten, die in ons denken zitten, maar die ook in de samenleving zitten. Want wat in ons zit, zit ook in de samenleving als een structuur, als een systeem. En daar ga ik zo nog verder op in. Maar op het moment dat aan het licht komt, en dat is wat nu gaande is, want de duisternis kan eigenlijk niet langer meer verborgen blijven. Dus het wordt steeds meer zichtbaar en ze raken in paniek. Ze proberen steeds meer extremere dingen te doen om maar de bevolking te onderdrukken en in die slavernij te houden. Maar het gevolg daarvan is eigenlijk dat er een groot ontwaken plaatsvindt wereldwijd. Steeds meer mensen gaan zien wat er gaande is, krijgen daardoor ook zicht op hun innerlijk leven. En dat baant de weg naar een nieuwe tijd waar we naartoe gaan. Dat is wat ik denk wat nu gaande is. Maar dat kan alleen maar als de mens van binnenuit verandert, en dat kan alleen maar door de geest van God. Dus er moet ook een moment komen dat de mens massaal niet alleen maar erachter gaat komen hoe erg het allemaal is, maar dat de mens ook gaat roepen tot God. Want we kunnen niet zonder God, zonder Gods geest, zonder Jezus Christus de duisternis overwinnen. Want vanuit onszelf hebben we die macht niet. Maar vanuit de kracht van God kunnen we die goddelijke schijnwerpen vanuit ons hart, die onvoorwaardelijke liefde van Jezus, kunnen wij werpen op de vijand en dan zal deze vernietigd worden. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, staat in de Bijbel, maar tegen overheden en machten in de geestelijke wereld. En als je dat beseft en als je dat gaat inzien, dat is eigenlijk de sleutel tot overwinning. En dan snap je ook een heleboel Bijbelverhalen. Dan snap je ook dat Jezus zegt: heb je vijand lief.
Want hoe kun je de vijand overwinnen? Niet door terug te slaan, maar door hem lief te hebben. Want daar kan een vijand niet tegen. Want onze vijand is niet een mens, maar onze vijand is de geestelijke wereld. En op het moment dat wij vanuit liefde gaan leven, dan nemen we elke voedingsbodem onder zijn voeten weg. Dan nemen we zijn voeding weg en dan hongert hij uit en dan sterft hij af. He, juist door in felheid, in angst te gaan reageren en in agressie te gaan reageren, krijgt hij gewoon voeding. Dus dat is precies wat de duivel wil, dat er allerlei opstanden komen, dat we vanuit agressie gaan werken, dat we met geweld proberen te verdrijven, want dan is het gewoon een en al voeding. Dus oorlogen zijn allemaal voeding. Er worden ook bewust oorlogen gecreëerd om de duisternis weer voeding te geven, zodat hij sterk in het zadel blijft. Dus de transformatie zal van binnenuit komen, dat we eigenlijk die agressor loslaten, dat we er niet langer meer in die leugensystemen gaan geloven, dat we niet langer meer ons laten manipuleren, want dat hebben we zelf allemaal toegelaten, onbewust, en dat we het gaan loslaten. En als wij niet meer gaan reageren, maar in die liefde van God blijven, vanuit gebed blijven zegenen en liefhebben, dan maaien we het gras onder de voeten van de duisternis weg en dan start hij als een plumpudding in elkaar, krijgt hij geen voeding meer, houdt op te bestaan en sterft af. En dat is wat nodig is. En dat gebeurt in eerste instantie in je eigen privéleven. Want hoe kunnen wij de wereld redden? Hoe kunnen we bijdrage leveren aan die mooie wereld die gaat komen? Nou, door te zorgen dat je zelf vrijkomt van elke parasitaire beïnvloeding in je eigen denken, in je eigen emotionele beleving. En dat je dus gaat herkennen de destructieve parasitaire systemen in jouw leven, dat je het gaat loslaten. En het is nooit de schuld van de ander, want je kunt en hoeft de ander niet te veranderen. Het gaat om hoe jij er anders in gaat staan, zodat het parasitaire krachtveld die jou leegzuigt, niet langer voeding meer van jou krijgt. En die voeding, die geef jij door je angst. Die geef jij door je paniek, die geef jij door je stress, die geef jij door dingen vanuit angst en paniek te gaan doen. Dan ga je eigenlijk dat systeem in stand blijven houden en het blijven voeden. Want onze strijd is nooit op een mens gericht. Want ook in parasitaire relaties, want als we daar gevoelig voor zijn, dan zijn we ook verwikkeld in allerlei relaties en systemen die ons leegzuigen. En het kan zijn dat je op een bepaalde manier in een narcistische relatie zit. Dat kan je eigen partner zijn, dat kunnen bepaalde vriendschappen zijn. Maar het kan ook het religieuze kerksysteem zijn waar je in zit. Er zijn allerlei systemen in ons leven die ons manipuleren. Waardoor eigenlijk ons gebruiken voor zichzelf om zich te verrijken, om zich te voeden. Maar wij laten het toe. Wij zijn niet slachtoffer, in de meeste gevallen, uitzonderingen daar gelaten, maar in de meeste gevallen hebben wij dingen toegelaten. Wij laten ons manipuleren omdat al vanaf jongs af aan, vanaf de baarmoeder en soms al vanuit overerving van de voorgeslachten, zitten al systemen in ons, leugensystemen, waardoor we denken dat we geboren zijn, bijvoorbeeld om een ander te dienen, om er voor een ander te zijn. Dat wij geboren zijn als slaaf en dat de enige manier waarop ons leven zin krijgt en inhoud krijgt is om iets te betekenen voor die ander. En dat klinkt ook nog eens een keer heel erg vroom, dat wordt ook vanuit de religie en de christelijke wereld wordt soms ook nog gestimuleerd. En er zit ook een hele vrome tint aan en dat is nou precies dat gemene van de duisternis. Want de duisternis die komt niet als een bokkenpoot en zegt ik ben de duivel, wil je mij dienen? Nee, die verpakt het zo mooi dat hij zegt, nee, je doet het voor een ander. Die probeert ons te verleiden om onszelf, onze ziel te verkopen met het idee dat we daaraan goed doen, omdat we een ander helpen. Maar wat eigenlijk gebeurt is dat je jezelf vernietigt. En daar ben je niet voor geroepen. Je bent geschapen door God om in jouw volle potentie te komen. En op het moment dat jij je ziel verkoopt, dat jij ten koste van jezelf een ander gaat helpen, dan doe jij het plan van God tekort. Dan schaadt je eigenlijk God in jou. Dan schaadt je de bedoeling waarvoor jij geschapen bent. Want jij bent geschapen om de mooiste versie van jezelf te zijn. En het cadeau wat je van God hebt gekregen, dat
is niet bedoeld om dat aan een ander te geven, maar het is bedoeld om dat uit te pakken, om dat ten volle te leven. En door in je volle potentie, je authentieke jij te leven, daarin ga je tot een geweldige zegen zijn voor je omgeving. Dus ieder mens is bedoeld, heeft een goddelijke roeping om zijn, haar authentieke zelf te leven. Nou, wat in de wereld ziet gebeuren is precies het tegenovergestelde, want de duisternis haat authenticiteit. Die haat het dat mensen in hun kracht gaan komen, want dan zijn ze niet meer beïnvloedbaar. Wat wil de duisternis? Die parasieten willen dat wij niet meer weten wie we zijn, want dan kunnen ze ons energie gebruiken, onze energie aftappen, want dan zijn we dwalende en dan zijn we makkelijke prooien. Want parasieten gaan ook altijd zitten bij zwakke planten, zwakke dieren, zwakke mensen, ook in het natuurlijke. Op het moment dat je niet sterk bent, dan ben je veel vatbaarder voor parasieten dan dat je immuunsysteem heel krachtig is, want dan kunnen ze eigenlijk, krijgen ze nauwelijks een kans. Dus er vindt een afzwakking plaats van onze eigenheid. Waardoor mensen al probeert de duisternis al vanaf de geboorte, dat we eigenlijk niet goed weten wie we zijn. En dan gaan we dwalen, want dan komen we niet in onze eigen authentieke kracht. En eigenlijk is heel het maatschappelijk systeem is erop gericht om vooral niet in onze kracht te komen, maar mee te lopen in het systeem van de wereld. Want als je het eigenlijk in het grote collectief bekijkt, dan zitten we in één groot parasitair netwerk. Want wij worden opgeleid om eigenlijk ons hele leven lang geld te verdienen. En door allerlei belastingssystemen gaat al het geld wat energie is, gaat naar een elite groep toe die daarvan geniet. En het hele belastingstelsel is eigenlijk zeer onrechtvaardig. En Jezus noemt het ook al dat het geldsysteem is een onrechtvaardig systeem. Het is een parasitair systeem. Maar behalve het geldsysteem waar we in zitten, maar je kunt daar je door laten leegzuigen, maar je kunt ook het loslaten en vanuit innerlijke kracht gaan creëren en daar helemaal niet mee bezig zijn van of je nou wel of niet belasting moet betalen, maar dat je gewoon daar niet voor gaat buigen. Ik zeg niet dat je geen belasting moet betalen, maar dat je niet in dat energieveld gaat zitten. Dat je niet het geld gaat najagen, want dat is de worst die ons wordt voorgehouden om steeds maar weer meer geld en meer geld en meer geld te willen verdienen. En dan kom je eigenlijk in dat zuig, in die fuik van de duisternis die ons leegzuigt door onze begeerte. Dat we steeds maar meer en meer willen. En het enige wat eigenlijk gebeurt is dat we steeds meer en meer energie geven aan de lagen die boven ons zijn. En we komen steeds meer gevangen in het geldsysteem, in die geldmacht. En Jezus zegt ook, geldzucht is de wortel van alle kwaad. Maar we worden ook leeggezogen door allerlei leugensystemen die ons laten geloven dat wij niks waard zijn. Die ons laten geloven dat we pas iets zijn als we bepaalde prestaties hebben geleverd. En die prestaties die moeten natuurlijk steeds worden standgehouden en die moeten zich steeds blijven vermeerderen, want anders na verloop van tijd ben je weer onwaardig. Dus je bent eigenlijk, je wordt eigenlijk in een verleugend systeem vastgezet die jou continu laat presteren voor iets wat je nooit kunt bereiken. En met als doel eigenlijk om jou leeg te zuigen. En daarnaast heb je ook echt die hele duistere parasieten die echt uit zijn op negatieve emoties. Want dat is de voeding van de machten van de duisternis. Dus er is een groot spel gaande die ons gevangen wil houden, die ons wil belemmeren om te ontwaken, om geestelijk te groeien, om eigenlijk gehoor te geven aan onze innerlijke roeping, om steeds meer onze mooiste zelf te zijn en te leven en daarmee onze verbinding met God steeds dieper te ervaren, want God heeft ons geschapen, heeft jou geschapen, heeft mij geschapen, omdat hij verlangt naar een bruid, omdat hij verlangt zijn heerlijkheid met jou te delen. Maar dat kan pas op het moment dat jij die parasieten uit jouw leven hebt weggedaan, want dan pas kun jij je openen in je authentieke zelf om die goddelijke heerlijkheid in jouw leven te ontvangen. Want God heeft geen robots geschapen. Nee, God die ziet jou in jouw authentieke zelf. Die God heeft jou geschapen om een authentiek stukje van zichzelf tot expressie te brengen. Jij bent een onderdeel van God. En op het moment dat jij
het cadeau helemaal omarmt wie jij bent. En dat unieke stuk wat God aan jou heeft gegeven, dat tot expressie gaat brengen in geestelijke volwassenheid. En dat gebeurt door bewustwording, door steeds meer te begrijpen wie je bent vanuit een liefdevolle verbinding met God. En vanuit de geest van God. En dan kun je steeds meer vanuit de liefde van Jezus gaan leven. En er zijn enorme krachtvelden die ons naar beneden willen trekken, die ons willen blokkeren om te groeien. Maar Jezus is juist gekomen om ons te bevrijden van alles wat we niet zijn, om ons vrij te maken, zodat we weer in ons oorspronkelijk goddelijke blauwdruk kunnen gaan leven. Daar hebben we Jezus voor nodig. En Jezus heeft de weg ook gebaand om ons daarvan te bevrijden. En dat we die versluiering van onze geest wordt weggenomen. En dat we gaan weer een helder zicht gaan krijgen op wie we werkelijk zijn, op onze hoogste goddelijke roeping, die ver verheven is boven het aardse, want ons leven houdt niet op met het aardse. Hè. Het aardse is gewoon een leerschool om juist ons te ontdoen van die parasieten. En steeds meer in de bewustwording te komen wat onze hoogste goddelijke roeping is. En dat kan vanuit die innerlijke liefdesrelatie met Jezus. Want Jezus is gekomen om ons dus te bevrijden van die parasieten, van die versluiering. En dat doet hij in eerste plaats door zijn kracht, door de kracht van de Heilige Geest. Maar hij doet het ook door onderwijs. Door ons steeds meer van de waarheid te openbaren. Want wij, jij en ik, hebben een belangrijk aandeel erin. Want dat is ons geestelijk groeiproces. Om los te laten alles wat we niet zijn. Dus al die leugens en uit die leugensystemen te stappen. En om in het volle licht van God te stappen. Om het aardse dualiteit te overstijgen. En steeds meer in die onvoorwaardelijke liefde van God te gaan leven. Hoe doe je dat? Waarschijnlijk ben jij je wel bewust van het feit dat er een heleboel belemmerende factoren in jouw leven zijn, waardoor jij niet goed tot bloei komt. Nou, de eerste stap om vrij te komen van die parasitaire beïnvloeding in jouw leven is bewustwording. Bewustwording van het feit dat je slaaf bent, dat het jou niet lukt. En van daaruit is het goed om hulp te vragen en je leven over te geven aan Jezus, die juist gekomen is om ons te bevrijden uit dat netwerk waar we zelf niet uitkomen. En dan is er een roep van: Heer, help. Jezus, ik heb uw hulp nodig. En dan vraag je Jezus in jouw leven. Vraag je Jezus van: Heer, wilt u mij bevrijden van al die parasitaire netwerken in mijn leven, die mijn levensenergie wegzuigen, die mij blokkeren en belemmeren en gevangen houden in een slavernij waar ik niet meer in wil. Ik wil vrijkomen. En Jezus is gekomen om ons te bevrijden van de wet, om ons te bevrijden van die parasitaire beïnvloeding, die geestelijke negatieve beïnvloeding. Maar de eerste stap is dus om Jezus uit te nodigen. En dan vindt er eigenlijk geestelijk direct die bevrijding plaats. We worden overgezet van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van God. Maar dat is gebeurd in de geest. Maar onze ziel en ons lichaam zijn nog voor een belangrijk deel verbonden met het aardse, met die lage energie. En dan begint het proces. Dus de overgave aan God is een moment, hè, dat je Jezus uitnodigt. En er wordt gesproken over een wedergeboorte, dus dan word je van binnenuit opnieuw geboren, maar dat is vanuit de geest. En je bent geest, je woont, je hebt een ziel en er woont in een lichaam. Maar die ziel en dat lichaam is nog heel erg verbonden met het aardse. Dus die hebben nog steeds last van die parasitaire beïnvloeding. En dan is het een weg om samen met Jezus, door de kracht van de Heilige Geest, door het woord, de openbaring, door bewustwording, hè, die vrijheid van de geest ook gaat neerdalen in de ziel, gaat neerdalen in ons lichaam. En dat we dan samen met God eigenlijk dat koninkrijk van God hier op aarde gaan manifesteren vanuit die openbaring van de Heilige Geest. En dat is een proces. Dus die wedergeboorte vindt in één moment plaats door Jezus uit te nodigen. En dan wordt de innerlijke relatie met God hersteld doordat we vergeving ontvangen. En door die vergeving kunnen we ook de Heilige Geest ontvangen. En daarna is het een proces van geestelijke groei en bewustwording om alle patronen
los te laten, daar inzicht in te krijgen, wat ons allemaal leegzuigt, zowel in het maatschappelijk en in het wereldtoneel, maar ook innerlijk, in destructieve relaties waar we in zitten, waar we altijd in geloofd hebben, bepaalde systemen. En het kunnen ook, die systemen zitten soms ook in onze religie, in onze geloofssystemen, hè, een ongoddelijke, want de duisternis, ja, die parasieten hebben zich ook geïnfiltreerd in kerkelijke systemen. En in alle kerkrichtingen zit dat, ook in de evangelische kringen. Het zit overal in. Waarom? Omdat het in ons mens zit. Want wij worden niet alleen maar leeggezogen door anderen, maar er zit ook iets van dat parasitaire in ons. Hè, wij hebben ook de neiging om toch te profiteren van energieën van anderen, ten koste van die persoon. En dat zit nou eenmaal in ons. Het is belangrijk om dat te gaan herkennen, om dat los te laten. Zeggen, nee, ik wil het niet meer. Ik wil niet vanuit ego gaan leven. Want ego gebruikt de ander om jezelf te verrijken. Hè, maar je gaat ook herkennen hoe anderen jou door subtiele, ja, manipulaties eigenlijk gebruiken om hun agenda te gaan doen. En dat kan zowel in binnen relaties, maar dat kan in samenlevingsvormen, hè, in kerken, maar ook in het grote geheel. Zie je dan natuurlijk in werk en in de politiek, hè, dat is waar het over gaat. Hè, in de hele reclamewereld, in de farmaceutische industrie, in de politiek. Daar gaat het allemaal om, hoe kan ik, hè, mezelf verrijken ten koste van de ander? Hoe kan ik ervoor zorgen dat die ander doet wat ik wil? En zodat ik mijn plan kan uitvoeren. En dat is eigenlijk de parasitaire werking. En dat gaat tegen de goddelijke principes in. Want het goddelijk principe is het principe van dienstbetoon. Hè? Van hoe kan ik mijn kwaliteiten inzetten zodat het beter gaat met die ander? Niet ten koste van mezelf, maar hoe kan ik mezelf tot bloei brengen, hè, zodat anderen ook tot bloei komen? Dus dan krijg je een win-win situatie. En in het Koninkrijk van God is alles een win-win situatie. He, dus als ik mij ga inzetten om een ander tot bloei te brengen, dat betekent dat ik mezelf ga ontwikkelen. He, want ik tap weer uit die onuitputtelijke bron van God. He, dat is mijn bron. Ik heb niet die ander nodig. Ik heb niet het resultaat nodig, he, om door te gaan. Nee, ik put mijn energie uit God, omdat ik mij geliefd voel. En samen met de Heilige Geest ga ik dingen creëren waardoor anderen ook in hun kracht gaan komen. Ja, dus dan krijg je een win-win deal, doordat ik actief ben samen met God om mezelf te ontwikkelen, om een ander in zijn kracht te zetten. Hè, ga ik groeien geestelijk, want dat is ook mijn goddelijke bestemming. Ik zorg ervoor dat die ander gaat groeien en die onuitputtelijke bron van God gaat stromen. Hè, waardoor er helemaal geen tekort meer is. Want bij God is geen tekort. Bij God is overvloed. En dat is ook wat Jezus zegt. De Satan is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. Dat is het parasitaire. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij hebben leven en overvloed. Dus God is die onuitputtelijke bron die ons ook uitnodigt om in die onuitputtelijke bron te stappen en van daaruit te gaan leven. En dat is de oorspronkelijke plan. En wij zitten nu dus in een tijd waarin eigenlijk die parasieten die tientallen honderden jaren in het verborgen hebben hun ding hebben kunnen doen, en die eigenlijk hele samenlevingsvormen, hele landen, hele systemen in de macht hebben gehad, en dat begint zich nu te manifesteren dat het niet klopt. Het loopt dood, het gaat kapot, er komen overal haarscheuren en dat geeft heel veel onrust, dat geeft heel veel frustratie en wanhoop en angst. En dreigingen van oorlog die ook weer bewust gecreëerd zijn. Om in paniek toch die controle over de mensheid te gaan houden. Maar het gaat niet lukken. En daarin wil ik je geruststellen. Dit is niet de strijd tussen licht en duisternis. Dit is een groeimoment voor de mensheid, voor jou persoonlijk. Om los te laten alle parasitaire werkingen die van buitenaf op jou komt. Maar ook die in jou zitten naar anderen toe. Dus het ego afleggen en niet meer vertrouwen op systemen van buitenaf, maar er is een uitnodiging om naar die innerlijke bron te gaan van die pure onvoorwaardelijke liefde. Om van daaruit te gaan creëren zoals God het heeft bedoeld. En dat kunnen we alleen maar vanuit intimiteit met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want God is de bron van leven en God is een drie-eenheid, de Vader, Zoon en de Heilige Geest. We kunnen buiten die goddelijke bron
niet naar die nieuwe wereld toe gaan die wij met elkaar willen, een liefdevolle wereld. Want we hebben die bron niet in onszelf. We hebben die bron in onszelf zolang wij in verbinding met God staan. Want dan komt Gods geest in ons en dan kunnen we hebben toegang tot die goddelijke bron. Maar we kunnen niet vanuit onze eigen menselijke kracht die nieuwe wereld gaan creëren. En dat wordt links en rechts wel geprobeerd en er zijn hele mooie initiatieven, maar ik ben ervan overtuigd, er kan pas een blijvende transformatie plaatsvinden als we heel bewust juist beseffen, ik kan het niet. Heer, wilt u ons helpen? Jezus, wilt u ons helpen? En er staat niet voor niks dat we met elkaar een terugkomst van Jezus verwachten, en want we hebben de hulp van Jezus nodig voor het creëren van een mooie wereld zoals God het bedoeld heeft. Dat is een hele boodschap. Ik denk dat het een hele belangrijke boodschap is. Ik wil afsluiten met gebed en ik nodig je uit van like deze video als het je aanspreekt, deel hem, abonneer je op mijn kanaal, schrijf je in op de nieuwsbrief, abonneer je ook even op de Telegram kanaal en als je wat voor over hebt om mij te sponsoren, dan hou ik het ook aanbevolen, zodat ik door kan gaan en mijn werk kan uitbreiden, want ik heb het idee dat dit een boodschap is, die eigenlijk veel te weinig gepredikt wordt, ook in de christelijke wereld. Ik wil graag afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, ik wil u danken voor uw enorme liefde. En ik bid, Heer, dat u zelf met uw Heilige Geest de diepere lagen, de diepere geestelijke boodschap hieronder wil overdragen wat ik niet in woorden kan. Bid ik, Heer, dat u het met uw Heilige Geest doet. Heer, dat u onze ogen opent, onze geestelijke ogen. Dat we zullen gaan zien in wat voor tijd we leven. Dat we gaan zien wat er allemaal in ons leven gebeurt. En ook in ons innerlijke wereld, hoe wij toch zo makkelijk ons hebben laten meesleuren in die negatieve parasitaire energieën. Heer, wilt u ons daar alert op maken, dat we ons daarvan kunnen losmaken en kunnen kiezen om steeds meer in het licht te stappen en vanuit het licht te leven. Heer, vanuit uw Heilige Geest, vanuit uw Heilig Woord, vanuit uw onvoorwaardelijke liefde. Heer, dat kunnen we niet vanuit onszelf en daarom wil ik u bidden, Jezus, wilt u komen met uw Heilige Geest en ons van binnenuit kracht geven en te helpen uw pad van liefde te bewandelen en samen met u, samen met onze medebroeders en zusters, een nieuwe wereld te creëren zoals u dat bedoeld heeft. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Amen. God zegen.